Goedemorgen, meneer Blekert. Goedemorgen. Heb je al een koe in de wei gezien vanochtend? Ik heb heel veel koeien in de wei gezien op de weg van Opmeer naar Den Haag. Oké, ik nog niet. Binnen Den Haag heb ik nog geen koeien in de wei gezien. Ik ben de stad nog niet uit geweest. Nee. Goed. Nou, koeien in de stad, dat is heel mooi. Dat heeft u vorige week in Amsterdam kunnen zien. Ja. Maar toch, in Den Haag past dat niet. Waarom vindt u weidegang belangrijk? Nou, in eerste plaats, het is denk ik ook een stukje cultuur en traditie voor Nederland. De weiden, de wolken en de koeien, dat is één. Twee, er zijn ook wel aanwijzingen dat het ook voor het dierenwelzijn, voor de gezondheid van de dieren ook positief uitpakt. Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat goed georganiseerde en goed gereguleerde veehouderij, waarbij de dieren binnen worden gehouden, dat fout zou zijn. Maar het past wel bij het natuurlijke gedrag van de koe om de mogelijkheid te hebben zich buiten te begeven. Waarom vindt u dat het convenant zo belangrijk? Nou, ik vind het vooral belangrijk dat het een convenant is. En dat het dus niet de overheid is die regeltjes voorschrijft. Dat willen we hier in Den Haag nog wel eens doen. Maar dat het, laat zeggen, de partners, de producenten, de boeren, alle partijen in de keten, zeg maar, zijn. Die zeggen van, goh, dat willen wij zien te bevorderen. Dat we het behoud van koeien in de wei of groei van het percentage koeien in de wei. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste, dat het door de samenleving zelf en door de ondernemers en de boeren op wordt gepakt. Okay. En dat is ook de reden waarom u het convenant ondertekent? Ja, dat is ook de reden dat wij het ondertekenen. Wij stellen ook onderzoek beschikbaar. We zijn ook bezig om onderzoeksgeld beschikbaar. We zijn ook bezig om in het Europese landbouwbeleid bij de vergroening het aspect weidegang te betrekken. Dus het is heel goed dat het als het ware een maatschappelijk initiatief is. Initiatief van de ondernemers, van de consument zou ik bijna kunnen zeggen. En aan de andere kant betekent dat ook dat wij als overheid ons moeten inspannen op zijn bescheiden manier ook dit verdere proces te stimuleren. Wat verwacht u van het convenant? Zullen hierdoor uiteindelijk meer koeien in het land? We moeten ook nuchter zijn. We hebben gezien de afgelopen jaren dat het percentage koeien wat buiten loopt, dat daalt. Ik denk dat het belangrijkste is om het om de daling, laat ik zeggen, stop te zetten. Dan hebben we al heel wat bereikt, denk ik, als convenantspartners, zou ik kunnen zeggen. Dus ik zou zeggen, hartstikke goed. Ik geniet er wel van. Ik denk dat heel veel Nederlanders ervan genieten van koeien in de wei. Of het nou op een mooie voorjaarsdag is, of het is in de nazomer, of het is met onze mooie wolken en stevige buien, dat die koeien zoeken dan de goede plek. Met de kont naar de wind. Ja. Nou, dat zijn taferelen. Ja. Als je dat ziet als fietser of als wandelaar of als automobilist, dan denk je verdraaid. Dat zijn de dingen van het leven.